Ja, dus we zitten in de auto bij de ene rechter Marco van Ginkel en fijn je weer terug te zien. Leuk dat je weer bij bent. Het is de tweede keer nu. Ja, ik wil voor we even beginnen aan vandaag's video wil ik toch even nog even bij jou bekomen van vorig jaar. Even een terugblik bedoel je? Ja, dat, ik wil hem er even in. Zou ik zeggen even inplakken voor de mensen die niet weten waar ik over heb? Ja, doe maar even. Nee. Hij raakt hem. Je hoort het, hè? Run. Run. Gaat gewoon zo, joh. Dat was even genieten, ja, dankjewel. Vandaag gaan we geen latje trappen. Ik weet niet, ik snap als er wraakgevoelens zijn en dat je hem graag nog een keer terug gaat pakken. Ik zou erover ophouden, want ik merk dat je het niet zo leuk vindt. Kun jij vertellen wat we vandaag gaan doen? Want het gaat vandaag eigenlijk vooral om jou. Dat is eigenlijk altijd wel, maar... We gaan vandaag Johnny de Mol ontmoeten. En dan komt er een jongen die ziek is. Die heeft ALS. Dat is een spierziekte. En volgens mij weet hij niet eens dat wij hier zijn. Verrassing te zijn. Dat is eigenlijk een verrassing. En bij PSV doen we af en toe bezoeken we een ziekenhuis. Bezoeken we mensen die ziek zijn om ze een mooie dag te bezorgen. Dat gaan we vandaag eigenlijk doen. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk iets moois wat je terug kan doen. Als speler, als bekend persoon, als BN'er toch. Ja, dus vaak positiviteit, vrolijkheid in deze video's. En vandaag ook alweer, eigenlijk toch alweer, het is wel een beetje positiviteit. Vrolijk, het heeft natuurlijk ook zijn mindere kant. Maar het gaat er juist om vandaag natuurlijk een hele mooie dag voor de jongen te brengen. Dus dat gaan we doen. En wij nemen jullie mee. Wat ga je nou doen? Een beetje aan, jongen. Waarom? Achter gaat hij een beetje kluizen. Wat dat ding? Ik stond van hem. Hij moet er wel goed uitzien voor tv. Jij hebt groot gelijk. Ik zou hetzelfde doen, hoor. En hier zie je dan ook het moment dat Marco van Ginkel Nicky ontmoet. Nicky leidt aan ALS. Dat is een spierziekte. En in het programma De Reis van Je Leven neemt Johnny de Mol eigenlijk ernstig zieke mensen mee op een droomreis met vrienden. En dat is dus eigenlijk waar het programma ook om draait. Ik zou eigenlijk willen zeggen, als je meer beelden van het programma zelf wilt zien, moet je het zeker even terugkijken. Zeker het kijken waar. Ja. Johnny, ik moet je allereerst eerst feliciteren. We beginnen altijd positief. Ik hou wel van een beetje positiviteit, dus je wordt vader. Ja, klopt. Dat is heel lekker, denk ik. Ja, dat is mooi nieuws. Dat is een lang gekoesterde droom die in vervulling gaat. En ik denk dat je tweede droom niet uitkomt als ras Ajaxiet, ras Amsterdammer in de video van PSV. Ja. Mogen we het zeggen? Ja, we hebben het al gezegd. Maar natuurlijk waarom we hier vandaag zijn, hè, voor Van Ginkel. Marco heeft het net zelf al uitgelegd. Ja. Marco, die komt daar vaker mee in aanraking, die doet vaak van dat soort dingen, maar ja. Jij, voor jou is het bijna dagelijks, zou ik zeggen. Je hebt al heel veel van dit soort programma's gemaakt. Ja. Gaat dat ooit op een manier wennen of hoe blijf je dat volhouden? Mij lijkt het persoonlijk heel moeilijk. Ja, kijk, je komt heel dichtbij deze mensen, ja. Je komt in hun familie, je ontmoet hun dierbaren, hun beste vrienden, daar gaan we mee op reis, hè, om nog één keer een reis te maken waarin heel veel wordt gelachen, maar waarin ook nog eens eventjes elkaar goed de waarheid wordt verteld. Ja. Nu gaan we op pad met Nicky. Nou, die is helemaal gek van voetbal. Die gaat met zijn maten op reis. Maar die heeft wel zoiets van, ik wil nog wel eventjes vertellen dat ik hun de komende maanden echt ga nodig hebben. ALS. Dit went niet. Nee, kan niet wennen. Maar wat je doet voor die persoon en voor die mensen om hem heen. Dat gevoel dat je zoiets moois kan geven. Dat weegt zwaarder dan de ellende eigenlijk. Is dat natuurlijk. Ja. Dat is zo mooi om te mogen doen. Dus, ja, dat snap ik goed. Ja. Dat snap ik heel goed. Nou, we gaan maar gewoon kijken, want inderdaad, jullie gaan naar Brazilië. Ja. Dat is vet wel, hè? Ja, super gaaf. En nou is het, Nicky weet nog niet wat hij in Brazilië gaat doen. Die weet alleen hier, die heeft net Marco ontmoet. Ja. Die gaat eigenlijk even voetballen met Marco en dan mag je vertellen dat hij naar Brazilië gaat. Maar ja. Kun jij mij al stiekem vertellen wat jullie gaan doen? Ik ben wel heel benieuwd namelijk. En mensen kijken ook. Nou, we gaan natuurlijk op het strand daar een potje beach volleyballen. Alhoewel dat voor Nicky steeds moeilijker wordt. Ja. Je hebt een prachtig voetbalstadion, hè, waar WK-finale is gespeeld. We gaan waarschijnlijk de favelas in. Ik heb daar een vriend die daar een voetbalproject doet in de favelas. Natuurlijk gaaf heel om vet, te zien. Heel vet, ja. En we zijn bezig met een grote Braziliaanse voetballer. Bij PSV heeft gespeeld, maar dat is nog maar heel hopen, lastig. Ja, hopen of die of die kan en of die daar eventjes een opwachting wil maken. Maar dat weet je nooit zeker, dus weet je, dat gaan we ook niet beloven. Brazilië, dat is sowieso wel het voetballand. Ja. En dat moet je als voetballiefhebber
Nou, als je dan de kans krijgt om daarheen te gaan, moet je die wel pakken. Ja, dat doet hij. Veel plezier, man. Dankjewel. Dankjewel. Als jullie achter mij kijken, zien jullie dat de opnames bezig zijn. Ik moet een beetje stiller zijn daarom ook. Het is nu dus het moment dat de vrienden van Nicky zo meteen hierheen komen. En dan staat Marco opeens op dit veld. Die weten het natuurlijk nog niet. Die weten nog niks van de rij. Dat is ook wel een beetje een moeilijke punt. Dan gaat Nicky dus ook over zijn ziekte praten en zo. En hij heeft net al tegen Marco verteld wat het plan is. Dus we gaan zo ook even aan Marco vragen hoe die het vond als dat Marco zijn vrienden mag verrassen. Dat is wel heel tof, denk ik. In life, I've been trying to find my way. Look past my mistakes. Since you're gone, I still hear what you used to say. It feels like you stay. I could try to cry the pain away. Jullie hoorden mij net Johnny al feliciteren. Hij is natuurlijk vader geworden. En als PSV zijnde moeten we hem natuurlijk even verwennen met een mooi cadeautje. En hoe kun je een Ajaxie nog beter verblijden dan met een PSV cadeautje? Daar moet een foto van maken. En dan heb je nog een kleurpunt. En wel aantrekken, of laten aantrekken. Aantrekken gaat nog niet, man. Oh, wat super. Voor die kleine. Dat is voor die kleine. We weten nog niet wat het is, dus ja, dan... Huh? Ik ben ondersteboven. Applaudisseren, vrienden. Ja, mooi, man. Mooi, hè? Ajax, hè? Alsjeblieft. Super lief. Ja, ja, toch wel. Apart. Ja, ook wel apart, maar ook wel emotioneel, denk ik. Ja, je ziet ook niet zo heel vaak zulke mensen, natuurlijk. En ja, als je dan toch een beetje een persoonlijke band, wil ik niet zeggen, maar toch dat je de verhalen meekrijgt. Ja, dat voel je wel. Ja, en als je dan zijn vrouwtje ontmoet en de mensen om hem heen, zijn vrienden om hem heen, dat komt wel binnen. Ja, want het begon eigenlijk dat je kreeg te horen natuurlijk wat hij had. Hij had zelf een verhaaltje gemaakt voor zijn vrienden. Ja, klopt. En daarna moest je eigenlijk zijn vrienden verrassen. Ja. Het was een hele leuke manier, zeg maar, om het te brengen. Heel... Ja, eigenlijk heel leuk, maar met een reden dat wat minder leuk is. Ja, precies. En uiteindelijk gaan ze een mooie trip maken en groeien ze waarschijnlijk nog dichter naar elkaar toe. En iedereen heeft natuurlijk wel een groepje vrienden om zich heen. En als je dat dan zo ziet, dan ga je zelf ook wel nadenken. Ja, dan vind ik het mooi om weer af te sluiten. Ja? Ik kreeg net van de jongens al te horen van Marco, als je dan toch nog één ding voor ons wilt doen, maak ons kampioen. Dan ben ik het hartstikke mee eens. Ik denk iedereen ook. Die dit kijkt ook. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. We zien jullie volgende keer weer. En misschien gaan we dan latje niet laten. Oh, dan moet het trouwens. Hey, net ging die erop. Ja, ik heb gefilmd. Maar ik denk dat ik het eruit knip. Hij staat erop. Kom op. Doei.